gaat hem pakken volop. En Eli heeft hem gepakt. Dat is niet gebeurd. Hij gaat weer. Oh no, oh no. Hoi, welkom junior. Ik heb een vlog en klaar. Gaan wij boksen. Jee, jee, jee. En we kunnen ook dit winnen dus. Ja, sterkste, want ik had vorige keer echt heel sterk was ik, en toen was ik met Hila aan het vechten en toen was ik echt de allersterkst, echt waar. Hila, kan je een beetje boksen? Ja, hij zegt ja. Oké, nou jullie gaan vandaag boksen met deze. Nee, jullie hebben een boksrobot. Het is de Robocombat van Silverlid. Dus we willen even een shout-out doen naar Silverlid, omdat wij deze hebben gekregen. En hier zitten twee robots in. Laat hem maar even zien. Jullie hebben twee robots. Een blauwe en een groene. En daaronder een controller, dus een afstandsbediening. En ik ben de blauwe. Ben jij straks de blauwe? Ja. Eli, Devran, hebben jullie ooit al eens een echte bokswedstrijd gedaan? Nee. Weet jullie hoe je moet boksen? Ja. Dat wel. Zullen wij eerst een echte bokswedstrijd houden waarin Eli en Devran tegen elkaar gaan boksen? Ja. Dan zijn jullie goed genoeg, hopelijk, om jullie eigen boksers te leren trainen en te winnen. Maar als we gaan beginnen, doe dan vast de duim zo. En klik goed 1.050.100. Klee 50. Zoveel duimpjes omhoog. Ja, welke vast abonneren. En laat maar in de reacties weten wie er gaat winnen. Ida, we gaan beginnen! Dit is ons bot. Een botging. En we moeten eerst ons kleertjes uitdoen. Want we moeten ook vechtkleren aan. Doe maar uit! Zo, Ida doet een botging aan. En ik wel, maar iedereen mag leggen met buitenslag. En dit is ons outfit. Wauw. Nou jongens, ga de boksring maar in. Hoppa. En in hoek 1 hebben we Devran. Woehoe. En in de andere hoek staat Ila. Hoppa. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Iedereen boksen! Daar gaan boksen! Hoppa! Iedereen wordt ingepakt! Oh! En Iedereen pakt de bokshandschoen over. Hij krijgt klappen. Oh, maar hij blijft staan. Hij blijft staan. Oh, hij gaat hem pakken. Wie gaat er vallen? En de eerste ronde is gewonnen door Devran! Woehoe! Op de 2, wie is er klaar voor? Eli klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Eli, je moet vechten! Eli, je moet vechten! Niet springen, je moet vechten! Pak hem! Goed zo, kom op, Eli komt terug! Eli in de aanval! Hop, 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 goed zo! Hop! En wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Kom op, Eli heeft de bokshandschoen al gepakt. Hoppa. Oh, en zonder handschoenen verder. En Eli gaat weer in de springmodus. Hop. En Devran krijgt hem niet te pakken. En Eli, Eli houdt vast. Eli houdt vol. Eli houdt vol. Oh, hij laat zich niet winnen. Oh, oh, wie gaat er winnen? Oh, wat een spannende ronde dit. Eli zet de knijp aanval. Eli is down. Ronde 3. Wie is er klaar voor? Ik. Eli klaar voor? Ja. Sta dan op. Kom op Eli, laat je zien. 3, 2, 1, go. Oh, en Eli zet weer de springaanval in. En hij gaat hem pakken volop. En Eli heeft hem gepakt. En ze liggen allebei down. Wie staat erop? Eli, sta op. Kom op Eli. Devran is KO. En Eli twijfelt. Kan hij nog opstaan? Oh no, ze gaan verder. Oh, Devran heeft hem weer gepakt. Yeah!
En we hebben een winnaar. De winnaar staat in de rechterhoek. Het is Debra. Applaus. Zijn jullie klaar om nu jullie eigen robots te laten spelen en te winnen? Ja! Nou daarom Eli, even snel een korte uitleg. Je kan rechts de stomp geven, links stop en een combo. Maar je kan ook naar voren en rechts en links gaan. Wat ook tof is, is je kan een versus modus instellen. Dat is dus jij tegen Eli. Of wat je kan doen, is een battle. En dat is dan jij alleen tegen de andere bot. Nou Duf, dan ga je even battle tegen de groene. Dan ben jij blauw, oké? Okay? Ja. Laat maar zien. 1, 2, 3. Zo, gelijk één hoek neer. 102. Laat de grond, ik denk deze ga ik winnen. Go! Oké, de robots zijn erbij gepakt. Ze zijn allebei terug in training, allebei de trainers. En welke kleur ben jij, Debran? Blauw. Debran wordt straks blauw. Oh, en Eli groen. Het is nog even trainingsronde. Straks is de echte wedstrijd. Maar zoals jullie kunnen zien, zijn ze zich nog eventjes druk aan het voorbereiden. Even de warming up. Even goed warm worden. Wordt straks een hele spannende wedstrijd, mensen. Dus blijf kijken. Oké, jongens. Jij bent team blauw, jij bent team groen. Er zijn een paar regels. Ja. Je mag niet bijten. Je mag niet haar haren trekken. Ja? Daarnaast mogen we doen wat jullie willen. Wie op zijn rug ligt of eraf valt, heeft de andere een punt. Begrepen jongens? Ja. Ja? Ja. Dan gaan we beginnen. Succes! Oké, groen pakt er van achter. Eli, niet vals spelen, strafpunt. Al bij de hoek in. Voordat we beginnen. Jongens en meiden, wie denken jullie dat gaat winnen? Laat mij weten onder de comments. 1, 2, 3, go! En blauw komt al snel naartoe gelopen. Groen geeft er een rechterhoek. Blauw gaat de verkeerde kant op. Geen handen, jongeman. Oh, die blauw heeft zichzelf een keer opgeslagen. Al bij de hoek op. Debran, 1 punt. Eli, 0. Ben je klaar voor jongens? Handen afblijven. 1, 2, 3, go! En rechts, en links. Hij begint met de combo's. Eli, hier laten. Kijk wat gaat gebeuren. Het is geen damesgevecht, het is een robotgevecht, jongens. Rechterkrant, rechterkrant. Oh, één op zijn oog. Dat is niet gebeuren. Hij gaat weg. Oh no, oh no. En wat gaat gebeuren, jongens? Combo's in de hand. En Steve Blauw heeft geen punt, want je hebt hem aangeraakt. Jij krijgt een punt, jij een strafpunt. 1-1. Het wordt spannend, jongens. Ja, we houden het in de gaten. Zijn jullie klaar voor ronde 3? Er is een nieuwe regel. Geen handen, allebei een afstand houden en we gaan gewoon goed spelen. Afgesproken? 1, 2, 3, go! Geen handjes. En Eli komt eraan. Debra geeft gelijk hoek. Oh nee, dit gaat spannend aan. Gaat hij de ring uit? Nee, hij gaat de ring uit. Oh nee. Groen ligt weer neer. Het is 2-1 voor Debra. Goed bezig. Nee, je mag geen team kiezen. Oké, jongens. Ik heb nog nooit zo'n spannende wedstrijd gezien. Eli heeft er zin in. Debran, kijk nog aan. Ja. Debran is helemaal moe. Die kan zo weer uitrusten. Maar we gaan nu verder. Zijn jullie klaar? Ja. 3, 2, go! Oh nee, ze komen tegelijk aan. Eli pakt hem van achter. Eli gooit hem er vanaf. Wow, Eli heeft gewonnen. Het is 2-2, jongens. Kom, het staat gelijk. Ja. Jullie zijn goed bezig. Het is gelijk spel. Ja. Maar wie nu wint, is de grote winnaar van vandaag. 3, 2, 1, go! En wat doet Debran? Debran wacht af. Eli, wat doe jij? Hij geeft zichzelf over. Eli, je hebt zichzelf overgegeven. Dus de grote winnaar van vandaag is geworden... Debran! Woehoe! Nee, ik ben de winnaar. Goed gedaan, jongen. Oh. Zo! Oké, dames en heren, jullie hebben gezien, de grote winnaar staat aan mijn rechterkant. Debra, hoe vond je het gaan? Goed.
Goed, ja, ben je blij? Ja? Ja. Eli, jij ook, die laatste was je zelf van de tafel afgooien. Ik weet het geen woorden voor. Heel goed gedaan. Ja. Maar, bij zo'n wedstrijd hoort ook een prijs. Ja. Ik heb twee prijzen en de winnaar mag kiezen welke die wil. Oké, hier hebben we de Op One. Dat is een mooie robot waar je heel leuk mee kan spelen, heel veel dingen mee kan doen. En daarnaast hebben we ook Chameleon. Kijk eens, ook een robot. Debra, jij mag kiezen welke wil je hebben. Deze. Nou, heel veel plezier met je Chameleon. Ja. En jongens, ik ga de ring uit. Ja. 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 Trouwens, Debbie. Ja. Jij hebt deze gewonnen. Ja. Maar de kijkers kunnen deze ook winnen. Ik zou net denken, we hebben twee. Eentje voor jou, eentje voor een van de kijkers. Als jullie willen hebben, laat even onder een reactie weten dat je wil hebben. Dat je geabonneerd bent bij ons. Dat je een dikke duimpje omhoog hebt gegooid. En natuurlijk, volg ons even op Instagram. En dan, wie weet, is deze ding voor jou binnenkort. Maar jij gaat maar weer lekker spelen met dit alles, ja? Ja. Zo, jongens, ik heb een prijs gewonnen! Oh jee! En Eli is niet de winnaar! Oh jee! Vond je het leuk, vlog, doe dan duimpje omhoog en op het kanaal. Doei!